En inmiddels bij ons in de studio, Doto! Hallo. Welkom. Yes. Leuk dat je er bent. Ja, je kunt Doto kennen van de plaat Val, die wel een tijdje draaien hier op Radio 538. Maar jij hebt best wel een bijzondere backstory. Zeker, ja. Want eigenlijk een beetje een overeenkomstig verhaal met onze Ivo. Oh, vertel. Die is namelijk soort van. Ja, die is geboren in Saoedi-Arabië. Oké. Okay. Ja. En jij in Israël. Ja, klopt. Op vakantie ben ik geboren. Maar ja. Dat is een beetje slecht getimed dan, of niet? Ik kwam iets te vroeg, hè. Dus okay. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar ik ben er, ja. En, maar, hey ho! Hond! Ja, je moet er niet aankijken, want als je er gaat aankijken, dan kan je beter even uit de stuur. Want als je er gaat aankijken, dan gaat het echt niet goed komen. Sorry, de hond moet even gekalmeerd worden. Maar jij bent daar dus geboren. Dat is eigenlijk natuurlijk, zoals je zelf zegt, op vakantie. Ja. Maar toch altijd een beetje een speciale band met het land onderhouden. Nou, mijn vader is wel Israëli. Okay. Dus daar ben ik wel eens in dezelfde tijd ook ben ik daar. En ik heb daar ook mijn platen uit. En daar speel ik ook en zo. Dus, Hoe is dat eigenlijk inderdaad? Want je hebt dan een aantal platen opgemaakt die ook in opgenomen, die ook in Israël zijn uitgebracht. Ja. Is dat een apart gevoel? Lijkt me wel eigenlijk. Ja, het grappige is dat ze daar zien ze mij echt als een. Ze zijn heel trots erbij, weet je. Want ik heb mijn roots daar een beetje. Dus dan alles wat ik hier doe, dat wordt daar echt heel groot uitgemeten. In kranten en op het nieuws en zo. En dat is heel anders dan hier. Ja, want ik las ook dat je daar gewoon in het voorprogramma van grote artiesten staat. Je wordt op televisie en radio wordt je uitgenodigd. Ja. Nou, hier gelukkig ook. Maar dat is dan. Is het dan omdat je dan die Nederlandse jongen bent, dat ze daar denk zo trots op zijn? Ja, denk het. En ze zijn daar ook wat hysterischer. Dus dan, als je erkend wordt, dan is het echt een groot gekkenhuis. En echt een heel beetje Amerikaans, alle clubs open. En dan willen ze je allemaal uitnodigen. En, oh, dat klinkt wel als. Is het dan ook zo dat je daar niet over straat kunt? Nee, deze erg is het niet. Maar ik word wel een beetje nageroepen en zo. En wel allemaal aardige dingen, hoor, gelukkig. Dus. Hey, even terug naar hier in Nederland. Want 2 jaar geleden bracht je allereerste album uit. Nou, en dus ook uiteindelijk in Israël. Ja. Hoe is het voor jou? Hoe is dat voor jou allemaal gegaan in die afgelopen 2 jaar? Merkte je gelijk dat je meteen mensen had die het heel erg vet vonden? Of heb je. Want ik weet dat je ook heel veel huiskamerconcerten hebt gedaan. Was dat dan om de mensen te enthousiasmeren voor wat je deed? Meer ook voor mezelf. Ja, weet je, het is echt wel zoeken als je begint van naar je eigen sound en geluid en je fanbase ook wel, weet je. Dat je de juiste mensen hebt die naar je shows komen kijken. En het is best wel moeilijk om op te vallen. Je hebt zoveel. En mijn eerste plaat ging best wel goed. Er was heel veel op radio te horen. Alleen ik deed ineens heel veel grote dingen meteen. Dus ik weet nog wel, ik vertelde van de week ook, het eerste wat ik deed op tv was De Wereld Draait Door, weet je wel. En de eerste optreden was in de grootzaal Paradiso. En dat ging allemaal eigenlijk net iets te snel. Dus ik had steeds idee dat ik er niet helemaal klaar voor was. En toen het eigenlijk een beetje allemaal afgelopen was, toen dacht ik ga het gewoon helemaal anders doen. Ik ga helemaal terug naar de basis en ik ga gewoon bij mensen thuis spelen en kijken of ik dat ook kan en liedjes testen. En nu heb ik er bijna 100 gedaan. Maar hoe kom je dan in contact met die mensen waar je dan vervolgens een huiskamerconcert doet? Dat je zeker weet dat je niet. Nee, dat niet zozeer. Maar meer is, laat je mensen. Doe je dat via Twitter of zijn het gewoon vrienden? Of hoe nee, ja, via Facebook. Ik had op een gegeven moment gewoon een. Via mijn Facebookpagina een bericht gezet van joh, mag ik eens een keer bij jou thuis komen? Ik wil wat liedjes testen. En er kwamen super veel reacties op. En zo, weet je, dan kom je ergens en dan zegt iemand daar, oh, dat vind ik ook wel heel erg te gek. Dan kan je ook bij mij komen. En we deden altijd wel een beetje bijzondere plekken. Dus mensen echt heel trots waren op hun huiskamer, weet je. En dan, maar het gaat dus ook een beetje mond op mond, zeg maar, door het land. Ja. Die huiskamerconcerten van Dotan, dat kun je ook eens een keertje. Ja, en dan kom je echt op plekken waar je nog nooit überhaupt van hebt gehoord. Laat staan geweest bent. En dan zijn het ook mensen die je ook wel moet overtuigen, weet je. Dus dat is op zich wel heel erg cool. Dat zijn weer vrienden van degene die het organiseert. En wat is nou de meest bijzondere die jou echt nog bijstaat tot aan de dag van vandaag? Dat je dacht, ik kwam daar toch binnen en dat was me toch een partij bizar? Ja, ik heb veel meegemaakt. Ik heb wel eens gehad dat de hele voorste rij begon te huilen ineens, weet je, na 1 liedje. En dan, wat doe je dan, weet je? Want dat werd heel ongemakkelijk. Want ik dacht, moet ik ze nou troosten of moet ik nou gaan lachen of wat moet ik doen? En, doorspelen. Ja, precies. Ik speelde maar door. Maakte er een grapje over. Ik heb een keer gehad dat er een bed klaar lag. Zo van, dan kan je hier ook straks slapen. Zei, ik ga naar huis straks, weet je wel. Je maakt wel hele bizarre dingen mee. Want je komt toch bij mensen thuis, weet je. Het is toch anders dan dat ze naar je staan te kijken op een podium, zeg maar. Dus, het is dus een keer andersom eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, want, en voor mensen is het ook best ongemakkelijk, hè. Want je gaat gewoon voor ze zitten en ze denken, wat gaat er nu gebeuren? Gaat hij nou gewoon zonder microfoon of wat dan ook wat spelen? Gaat hij wat zeggen? Dus ik ben ook zelf wel heel erg
ja, veel meer relaxter geworden in het spelen, doordat ik dat heb meegemaakt. Ja. Je nieuwe album is net uit. Voor die tijd heb je dus heel veel van die huiskamerconcerten gedaan. Heeft dat dan ook een beetje je sound beïnvloed? Dat je nu op dat nieuwe album ook een beetje hoort dat je dat hebt gedaan in de afgelopen tijd? Nou, ik denk het wel. Sowieso heb ik de plaat zo goed als bijna helemaal opgenomen gewoon in mijn huiskamer. Oh, dat is wel. Dus gewoon een microfoontje neergezet. En dan kan ik gewoon, wanneer ik wil, dat opnemen, weet je wel. En gewoon gitaar en zang. En daar heb ik toen samen met Mark, dus mijn bassist die ook vanavond mee is, daar heb ik samen eigenlijk alle arrangementen omheen gezet en geproduceerd. Dus, het album heet Seven Layers. Ja. En het heeft iets te maken, want jij zag ooit een documentaire over het menselijk lichaam. Klopt, ja, ja. Wat is het verhaal? Seven Layers heeft iets met je huid te maken. Ja, onze huid bestaat uit 7 lagen. Dus dat wist ik ook niet. Ik dacht 3. En ik was aan het schrijven voor de plaat en heel autobiografisch. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk best wel een heel mooi thema. Dat je zeg maar steeds een huidlaag afpelt en dichterbij de kern komt van wie je bent. Wow. Heb jij trouwens een dikke huid gekregen door de jaren heen? Als in, ja, tuurlijk. Mooi bruggetje. Ja, mooi, hè? Bijvoorbeeld veel kritiek doorstaan? Ja, weet je, ik denk dat iedereen dat krijgt. En sowieso tegenwoordig met Twitter en Facebook. En nou, jullie kennen het waarschijnlijk ook. Dat je hoeft maar één ding te doen wat iemand niet aanstaat of iemand heeft een slechte dag en je krijgt het over je heen. Nou, aan het begin trok me dat heel erg aan. Dacht ik, weet je, ik begon natuurlijk en ik had nog nooit in de schijnwerpers of zo gestaan. Of ik had nog nooit gekend dat mensen over me aan het praten waren dat ik zelf niet hoorde, weet je wel. Mm-hmm. En nu ineens las ik dingen over mezelf. Dacht, ja, maar dat klopt helemaal niet. Ik wil daar iets van zeggen. Ik voelde heel oneerlijk. Zijn er nog misverstanden die je graag recht wil zetten nu op dit moment? Ik ben heel aardig. Oké. Okay. tof dat je er bent. Ik zou zeggen, loop even richting de studio hiernaast. Dan gaan we Fall live doen op Radio 538. Dat is de eerste single van het nieuwe album Seven Layers. Hij heeft zijn bassist meegenomen. Ze zitten hier samen. Nou, net één raamje. Oh, ik heb hier trouwens een afstand binnen. Zal ik de Luxaflex even omhoog doen? Dat we het ook, ja, dat we ook kunnen zien. Wat er ook daar, voor de mensen die zitten te kijken. Want dat kan gewoon natuurlijk als je meekijkt met 538 TV. Kun je het ook allemaal zien. Dotan live van het album Seven Layers gaat hij Fall doen op Radio 538. Jongens, ik krijg de Luxaflex. Ik krijg ze wel omhoog. Gelukkig. Dotan komt ondertussen op zijn plekje hier 10 meter vandaan. Komt hij aan, gaat rustig zitten en pakt zijn gitaar. Fall live op Radio 538. Zodra je er klaar voor bent, take it away. While the rain is cold, slow down, breathing on your own, and the world keeps spinning around while we're diving in, and the world is bringing us down, leaving marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out to we let it in, don't we all fall? Chasing lights of the dying limbs, change won't come if we don't begin, don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by the silver sea, of this make-believe, and we all keep traveling till the lights kick in, while we all keep climbing the walls, chasing marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it in, don't we all fall, don't we all fall? Chasing lights of the dying limbs, and change won't come if we don't begin. Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Wailing winds come sailing in, softly as a dusty sea, fading out, uncovering. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. Giving warmth the blazing light, the Arctic sun shines on the night, falling stars out of the sky. Don't we all fall?
missing out till we let it in. Don't we all fall? Don't we all fall? Chasing lights off the dying limbs, and change won't come if we don't begin. Don't we all fall? Don't we all fall? And oh, 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 oh. Wow! Je hoorde hem net live met Val op Radio 538. Zijn nieuwe album Seven Layers is sinds afgelopen vrijdag uitgepresenteerd in Paradiso. Ja. En je gaat de titeltrack doen, hè? Zeker, Seven Layers. Seven Layers over de... Nou ja, heeft het dan ook... Is het de wat je net vertelde, een beetje tot de kern komen... of daadwerkelijk over de menselijke huid? Zeker. Nou, het gaat eigenlijk... Eigenlijk heb ik gewoon geprobeerd mijn hele leven in één liedje te vangen. En ik ben niet zo oud, hoor. Ik ben 27. Maar het is nog steeds best wel moeilijk om te doen. En het gaat ook heel erg over mijn vader. Dus het is wel een bijzonder liedje om te spelen. We zijn heel benieuwd. Seven Layers, live op 538. If I never had to catch that train, if nobody would have called my name, if you'd never, would I have ever found out? You had questions and you knew names, hidden secrets linked in chains, wrapped in circles and locked in squares. I was a stranger in my own skin. Seven layers graced and wet within. I was a stranger in my own skin. Seven layers I've been hiding in. Father's eyes and my father's smile, I couldn't tell I was just a child. Missing memories replaced by doubts. Speaking tongues into my ear, told herself what she had to hear. But did she ever think I'd never find out? I was a stranger in my own skin. Seven layers graced and wearing thin. I was a stranger in my own skin. Seven layers I've been hiding in. Spinning round and round in circles, tied me like a ball of string. Running around and know your secrets, one by one unraveling. I was a stranger in my own skin. Seven layers graced and wearing thin. I was a stranger in my own skin. Seven layers I've been hiding in. Oh, oh. In my own skin. Seven layers I've been hiding in. Wow.
Poeh. Dotan. Seven Layers, live op Radio 5. Ja. Kom snel deze kant op, Dotan. Het applaus is bijna te heftig voor het... voor het nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Ik vond het niet meer dan terecht. Nee, applaus. Dat sowieso. Maar ik bedoel meer van, ik zat hier helemaal... Ja, even... ik snap wat je bedoelt. Mooi. Oh, man. Lekker ja, rustgevend ik vind dit dan, hè? Ik vind dit heerlijk rustgevend. Echt. Ja, hè? Ik ben benieuwd. Ik bedoel, dat lijkt me zo. Het lijkt me eigenlijk heel erg tof als je dan met een groep vrienden ergens zit, weet je wel. En er wordt daar nog gitaar gespeeld. Dat je met een groep vrienden ergens thuis zit, weet je wel. En dat Dotan dan bijvoorbeeld gewoon zo komt. Ja, dat lijkt me heerlijk, zo'n huiskamerconcert. Ja. Ga je het weer doen, die huiskamerconcert eigenlijk? In de toekomst wel, denk ik. Ja? Misschien bij een nieuwe plaat om weer dingen te testen. Ik je hebt net een nieuwe plaat. Ja, precies. Dus misschien over een jaar of twee. Ik weet niet. Oké. Ik ga eerst op tour in maart en dan gaan we. Ik vind het ook wel weer lekker, weet je. Dus woensdag stond in Paradiso en dan is de grootzaal uitverkocht en dan sta je er met je band en dan kan je ook weer een beetje knallen. En, dus ik vind het eigenlijk allebei heel tof om te doen, dus ik hoop dat ik het een beetje kan afwisselen, ja. En ga je dit album ook net als het vorige weer naar Israël brengen en dan daar ook weer optreden en de hele tv-tour daar doen? Ja, dat is wel het plan. En sowieso kijken, misschien een beetje flirten met andere landjes, kijken wat er mogelijk is. Ja, weet je, boel. Tegenwoordig met internet kan je al best wel snel mensen bereiken. Dus dat is wel heel tof. Maar wat is voor jou het beloofde land? Is dat Amerika? Of? Ja, ik denk voor iedereen wel. Maar ik weet ook wel dat het heel pittig is. Maar uiteindelijk... Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben heel blij dat ik nu gewoon mensen heb die kaartjes kopen om mij te komen zien. Weet je? Zoals nu, ik kreeg net vanmiddag bericht dat het paard van Troy ook is uitverkocht in onze tour. Oh, wow. En zo. En dan, dat zijn toch van die dingen dat je denkt van ja, weet je, een paar jaar geleden had je me dat verteld, dat ik het nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Dus. Ja, dat is goed. Nog steeds lekker bescheiden gebleven. Dat is goed voor een artiest. Ja, ja. Hey Dotan, we willen even iets met je doen wat een beetje bij ons programma hoort. Okay. De 538 vragen die niemand durft te stellen. Ja, we willen je toch ook gewoon persoonlijk iets beter leren kennen. Okay, het zijn 538 vragen, maar je mag gewoon drie getalletjes noemen tussen de 1 en de 538. En daar hangt dan een lastige vraag aan. Dus kom erop. 371. 301. Waarom dat getal? Ik heb geen idee. Oké. Okay. Dat kwam ineens helemaal op. Gewoon random. Ja, random, ja. Om mij lekker te laten scrollen. heb je wel eens gelogen tegen je moeder? Zeker. Welk? Zou je ook willen vertellen waarover dan? Poeh. Ja, is dat vaak gebeurd? Ja, ik sowieso toen ik... Ik ging al heel vroeg echt naar clubs en zo uit. En toen was ik een jaar... Ik was 15 of zo toen het een beetje begon. Ging ik altijd naar de Escape. Maar je werd zeker ouder geschat dan? Nou ja, ik had vond ik zelf hele toffe vrienden, weet je, met wie ik dan mee kon. En ik was zelf dan een beetje het loesertje wat op de avond zo alleen met zijn biertje stond. Maar dan kroop ik echt letterlijk uit het zolderraam naar beneden. En dan, dat is echt een classic. Dus dat vertelde je er echt, dat is ook nooit te weten gekomen. Ik vertelde het dus echt een paar jaar geleden van, mam, heb je dat nooit gemerkt? En toen keek ze me echt aan van, maar wat zeg je nou? Ja. Okay. Dat hele brave imago was meteen weg. Maar ja. Doe nog eens een getalletje. Ik moet natuurlijk wel dingen met een 7, hè? Dat snap je. Oh ja, tuurlijk. 172. 172. Heb je wel eens wat gestolen? Ja, maar dit is een beetje... Ik ben eigenlijk best wel saai, hoor. En nerderig. Want ik heb ooit een keer een pakje... Vroeger had je in die tijdschrift had je zo in dat plastic... dan alles van die plakplaatjes. Weet je? Yeah. Ja. Zo oud ben zijn. En ik spaarde Sonic kaartjes. En die heb ik toen een keer gestolen. En toen... Heb ik me er zo rot over gevoeld dat ik toen een uur later terug ben gegaan naar de supermarkt. Ja, en toen vond die vrouw dat heel lief van mij, dus toen kreeg ik het alsnog. Oh. Sympathiek. Ja. Nou, nog één getalletje. 7 dan maar, hè? 7? Ja. Die is leuk. Oh god. Zing je onder de douche? Ja, zeker. Ja, ik zing onder de douche. En, eigen liedjes? Nee, ik zing echt van die guilty pleasures. Voornamelijk wel. Werk van anderen, onder de douche. Ja, ik zing dan gewoon Katy Perry en dat soort dingen. Oh ja? Ja. Roar. Wil je een klein stukje Katy Perry doen? Oh god. Klein stukje? Ja, zie je, nu weet ik dus... We doen de badkamergam, doen we er gewoon bij, hoor. Oh god. Wat is een liedje ook weer voor haar? Wat, ze heeft Roar met... ja, dat ken ik niet zo goed. Unconditionally heeft ze laatst gedaan. Dan had ze natuurlijk nog I Kissed a Girl. Nee, die had zo één zo'n nummer wat ik heel Teenage Dream, vond. Firework. Oh ja, California girls are undeniable. Na 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 na. Oh, nice. Wow. Dan, ja. Je hebt je er prima doorheen geslagen, hoor. De 538 vragen. Je album Seven Layers ligt nu in de winkel, staat op Spotify, overal te luisteren. Zeker. Ik wens je heel veel succes, maar ik hoop dat het echt lekker gaat knallen en dat je de hele wereld over mag om het aan iedereen te laten horen. En als het gebeurt, dan... komt het door jullie? Nou, daar hopen we dat we daar een klein steentje aan hebben bijgedragen. En als je nieuwe dingen gaat uitbrengen, ben je altijd weer welkom om nog een keer terug te komen. Ja. Dank voor je komst. Ladies and gentlemen, Dotan! Ja.
Ja, nou het applaus net. Ja!